Steven Adriaanse sprak net over de ordening van de ondergrond en de regie daarop, regie en coördinatie. Bij het digitaal ecosysteem gaan we net een fase verder. De invulling van die ondergrond en de manier waarop de natuurlijke eigenaren van de netwerken en de infrastructuur in die ondergrond met elkaar samenwerken en wat ze daarvoor nodig hebben. Daar zijn we ook al met een aantal projecten gestart. Het ontwerpen met algoritme, dat gaat erom dat we beleid integraal kunnen maken op basis van algoritme. Dat we de afstemmingsvormen waar nu praktijkervaring mee opgedaan wordt, inventariseren om te kijken of we daar de rode draad in kunnen vinden, dat kunnen veralgemeniseren en vervolgens beschikbaar kunnen stellen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. En de onderste twee, dat gaat vooral over hoe we bestaande modelleringen van data op elkaar af kunnen stemmen, zodat we als we alles bij elkaar kunnen vegen, dat we dat ook allemaal kunnen zien. Want veel modellen worden per discipline ontwikkeld. En dat wordt wat lastig, omdat ze niet helemaal goed op elkaar afgestemd zijn, als we dan alles gecombineerd willen gaan gebruiken. En vervolgens, als we dat allemaal op een goede manier op het beleid afgestemd hebben, geprogrammeerd hebben en die projecten met elkaar gaan uitvoeren, moeten we dat ook nog eens een keer gaan realiseren. En als we dat blijven doen op de manier zoals we dat gewend zijn, dan past het elf niet in de ruimte die we hebben in de ondergrond, of we hebben de capaciteit onvoldoende om dat voor elkaar te krijgen, dan wel zijn we zo lang bezig dat iedereen daar ontzettend veel last van heeft. Dus dan moeten we kijken naar nieuwe manieren, werkwijzes die we kunnen toepassen, of nieuwe technieken die we ontwikkelen, dan wel bestaande technieken die we op een andere manier gaan gebruiken of combineren met elkaar. En dan hebben we het bijvoorbeeld over hoe het nou gaat met al die verschillende partijen, de financiële stromen die er zijn. Als je integraal wil werken, moet er geld uit al die potjes komen. Hoe zit dat? Hoe regelen we dat? Hoe kunnen we dat op een zodanige manier organiseren dat we dat goed verdeeld krijgen? Een private meterkast is een stukje harde techniek. Hoe we de aansluiting van de ondergrondse netwerken op de installaties in woningen op een andere manier kunnen doen dan dat we dat nu gewend zijn. Maar we hebben het dan ook over, als meerdere opdrachtgevers met me gaan samenwerken, dan moet er op een andere manier een contract en een aanbesteding gedaan worden. Niet dat het helemaal nieuwe, hogere wiskunde is, maar waar kunnen we gebruik maken van bestaande kennis, die combineren en in de ondergrond ook gaan toepassen. En vervolgens, als we dat allemaal met elkaar gecombineerd hebben, veralgemeniseerd hebben, willen gaan opschalen, dan gebruiken we daarvoor vanuit de kennisarena de kanalen die we daar al voor hebben, de COB of de andere kennisinstituten die betrokken zijn. Maar daar gaat Edith zometeen meer over vertellen.